Bent u wel eens in de Alpen geweest, in de zomervakantie? Of misschien de wintervakantie? Wij zijn vaak in Zwitserland geweest. Maar ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat we aankwamen rijden. En toen we die machtige, besneeuwde toppen zagen in de verte. Midden in de zomer ook. Zo hoog dat de sneeuw er ligt. Dat het een onvergelijkelijke indruk maakt op ons. En dan kom je wat dichterbij en dan zie je dat massief liggen. Echt massief, hè. Zo stabiel. Daar is werkelijk, ja, er is geen beweging in te krijgen. Dat staat daar te staan. Stabiel en sterk. Machtige indruk was dat. Dat is toch toonbeeld van vastheid en onwrikbaarheid, vind je niet? Ongeschokt. Onwankelbaar. Ja, zo lijkt het wel. Onwankelbaar. Kan niks mee gebeuren, denk je. Maar het is alweer heel wat jaren geleden, maar toen waren we ook in Zwitserland en toen bereikte ons het chockerende bericht dat de Eiger, dat is een van die kolossale reuzen in het Jungfrau-massief, op een van de flanken afgebroken was. Wij zaten daar niet direct in de buurt. We liepen geen gevaar. Trouwens, er zijn ook geen slachtoffers gevallen, wonderbaarlijk genoeg. Maar er ging 500.000 kubieke meter rotsgrond dat de diepte instortte. Onvoorstelbaar. Het hele dorp dat er in de buurt ligt, Grindelwald, toch op ettelijke kilometers van die Eiger, werd overdekt met een laag gruis en stof. De machtig gebeuren. Om je hart vast te houden. Welke Bijbellezer zou bij zo'n milieuramp niet denken aan Jesaja 54? Wij in ieder geval wel. U toch ook wel, denk ik. Bergen. Kunnen wijken. En heuvels wankelen. Toppunt van stabiliteit, onverzettelijk zou je zeggen, maar nee, ze kunnen wijken en bezwijken. Jesaja zei het al. Nou, gemeente, even heel dichtbij. Als bergen al kunnen bezwijken, waar blijven wij dan? Wij minieme wezentjes. Waar blijven wij dan? Zal ik het maar zeggen? Nou, laat de psalmist het zeggen. De psalmist zegt, ieder mens, dus dat ben jij, de kracht van je leven, dan bent u, zijn jullie thuis, dat ben ik, ieder mens, zonder enige uitzondering. Hoe vast hij ook staat, is enkel, kent de tekst? Is enkel ijdelheid, staat er. Een vleugje wind, een nevel, ieder mens. Klopt toch, hè? Eén vitaal defect. Het is gebeurd. Voorbij. Eén virus. En we gaan onderuit. Dan zegt u misschien, of jullie, nou, geen zorgen voor de tijd. Ik begrijp dat een dominee zulke dingen zegt, maar zit me alsjeblieft niet bang te maken. Mij maak je trouwens niet bang. Laten we nuchter blijven, alsjeblieft, zegt misschien iemand, hè. Ik sta met beide benen op de grond. Dat zal best. Maar mag ik even vragen, op welke grond? De mens kan met zijn beide benen op de grond staan, maar wat is er voor grond? Weet je zeker dat die grond waarop je staat het houdt?
Ben je er zeker van? Kijk, als het de grond van deze aarde is en van deze wereldtijd is, dan zou ik maar oppassen als ik u was. Met permissie, gemeente, straks wordt in die grond, de grond van deze aarde, een graf gedolven. Begrijpt u wat ik bedoel? Zo stevig is die bodem waarop wij staan, van huis uit. Elke bodem die niet in God verankerd ligt, die begint eerstdaags te kantelen. Israël had dat ondervonden. Het was, dat weet u, het was zo goed begonnen met Israël. God was in hun leven gekomen en had grond onder hun voeten gelegd. Stevige grond. Weet u welke grond? De grond van Gods verbond. En in dat verbond zei de Heer, ik ben de Heer uw God, die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het slavenhuis, en je bent van mij, mijn volk, mijn kinderen. Maar Israël werd groot en zelfstandig en wilde toen ook wel eens op eigen benen staan en op eigen bodem. Ja, bijna zoals de doorsnee Nederlander vandaag. God, zijn wet, zijn woord, de kerk. Ach kom, wij zijn zelfbewuste en zelfbeschikkende mensen. Self-supporting. Wij maken de dienst zelf wel uit. Nou, zoiets dacht ook Israël. Het volk van Gods verbond, aan hem verbonden. Maar nee, ze braken dat verbond. Ze schonden het contract om zich met surrogaatgoden af te geven. En toen, gemeente, toen gebeurde er wat. Een aardschok. De grond begon te schuiven en te scheuren. Want God neemt dat niet. Misschien een tijdje, zoals bij Israël. Maar uiteindelijk neemt hij het niet. Want hij tilt aan de zonde. Want zonde is trouwbreuk. Het is een nee tegen God. Tegen het ja van God. Een nee tegen hem. Verbondsverbreking. En God is niet gevoelloos. God is in zijn liefde gekrenkt wanneer dat gebeurt. Als wij hem verlaten en de rug toekeren, doet dat pijn bij God. Dan is hij gekrenkt. En zo keerde hij zijn volk, dat afvallige volk, de rug toe. En belandde dat volk om eigen schuld in Babel. Daar hadden ze het naar gemaakt. Daar hadden ze om gevraagd. Ballingen. Op vreemde bodem, in vijandelijk gebied, daar stonden ze nou, ja, op eigen benen. Maar de bodem was gaan scheuren. En nu de Heere. Streepte God toen zijn naam door, had gezegd, ik ben de Heere, ik zal zijn. Ik zal er ook voor jou zijn. Ik zal met jou zijn. Je kunt op me aan. Streepte God zijn naam door. Eigenlijk had Israël er een streep door gegeven. Had het bij andere goden gezocht. Maar de Heere doet dat niet. Die naam die klonk als een eed. Ik zal er zijn. En die eed die kan hij niet breken. Er staat ergens dat hij zichzelf niet kan verloochenen. Dat vind ik zo'n geweldig woord, hè? Dat God zichzelf niet kan verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dat bewees hij daar in Israël. Of liever gezegd, daar in Israël. Dat bewees hij voor Israël in de ballingschap, in Babel. Hij kan zijn eed niet breken. God kan alles zeggen wel eens, maar dat is gelukkig niet waar, hè, dat God alles kan. Stel je voor dat God tot alles in staat was, dan zou hij ook trouw, zijn trouw kunnen breken. En dat kan hij niet. Dat kan hij niet. God kan alleen het goede. Maar niet het kwade.